Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Wat fijn dat het donderdag weer is. Muziektherapie is een vorm van behandeling waarbij het gesproken woord eigenlijk gewoon heel weinig een rol speelt. Je kan gedrag oefenen, je kan interactie oefenen, communicatie oefenen. En door dat te oefenen, zeg maar, in de muziek, hebben ze ook de mogelijkheid om het buiten de muziek toe te passen. En dan kan je dus een hobbel overkomen. Ik heb zo net met de kinderen van Marikje heb ik de methode BIM gebruikt, bleef in muziek. Daarbij worden attributen gebruikt, die gaan op de beweging van de muziek. Dan gaan ze over het lijf heen, over armen en benen heen en je voelt de muziek als het ware. De zintuigen worden extra geprikkeld, hun lijf gaan ze ervaren. Maar ook door de druk die je geeft, geeft het ook ontspanning. Heel erg als positief. In het begin toen ik hier kwam, ongeveer anderhalf jaar geleden, was het gewoon nog helemaal nieuw en eng. Ik pak allemaal vreemd gekleurde dingen, attributen, waarvan ze dachten, nou, dat weet ik ook niet wat er gebeurt. En uiteindelijk combineerden ze die attributen met de muziek die erbij hoort en ook met wat ze ervaren aan hun lichaam. Zodat ze, als ze mij al zien, dat ze al vrolijk worden. Ik hoorde wel van andere groepen waarbij ik het ook deed, dat gewoon de muziek was eigenlijk het pareltje van de week. Dus ja, dat hou ik er graag in. Heb je nou praatjes? Ja. Tot ziens, tot de volgende.